Echt zo? Ja. Ja, ik kom. Twee. Oh, je wilde erbij dansen? Ja. Oh, gezellig. Twee. En ja. Ik heet Marloes, ik ben 38. Ik heb altijd zelf thuis gezeten als zorgverlener voor mijn oudste zoon. En ik had altijd zoiets van, als ik weer moet gaan werken, dan wil ik werk doen waarin ik daadwerkelijk iets voor iemand kan betekenen. Ik ben binnengekomen zonder vooropleiding en ben in september begonnen met de opleiding persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg. We hebben 10 bewoners. Je staat per dagdeel met 2 begeleiders op deze bewoners. En daarom willen we ook graag versterking in ons leuke team om er 3 van te maken. 3 begeleiders op 10 bewoners. Ja, geen dag is hetzelfde. Ik vind echt alles leuk aan het werk. Je hebt een verzorgende taak, want je helpt ze met wassen, aankleden. Maar niet alleen dat. Ja, je begeleidt ze in alles. Van opstaan tot naar bed gaan, ben jij er voor hun. En ja, ze hebben jou ook nodig. Ik vind het juist persoonlijk heel erg mooi dat het allemaal op één terrein zit. Dagbesteding zit hier, zwembad, kinderboerderij, het sporten. Ze kunnen alles op één complex. Waarschijnlijk is dit de laatste woning waar cliënten verblijven. Het is toch ook een stukje palliatieve zorg wat je geeft. En juist ja, hun laatste jaren hier ze een fijn en warm huis geven, ja, vind ik echt heel belangrijk. Het is niet meer dingen aanleren. De vaardigheden die ze hebben, willen we wel zo lang mogelijk in stand houden. Natuurlijk is het moeilijk om te zien dat een cliënt achteruit gaat. Juist omdat het moeilijk is, dan weer te kijken van ja, hoe kunnen we ook dat weer zo fijn mogelijk voor de cliënt regelen. Ja, toch een veilig gevoel geven en een veilig, ja, gewoon een veilig thuis. Spring erop! Heeft Marjon al gegeven? Mijn naam is Eline Koopman. Ik ben 28 jaar. Ik kom oorspronkelijk uit de kinderopvang. En ik zag eigenlijk altijd dat mensen lopen met allemaal cliënten. En daarvan dacht ik altijd, wow, dat lijkt me echt een mooi beroep. Ik werk deels op de groep en deels binnen het cluster doe ik coördinerende taken. Waardoor het voor de groep wat makkelijker wordt en hun dus meer ontzien worden. Binnen de teamrollen die wij hebben, kun je dus allemaal verschillende taken doen. En die kan dus gewoon passend naar wat jij leuk vindt. Dus vind je het leuk om achter de computer bezig te zijn, dan krijg je wel taken erbij die bij de computer horen. Vind je het juist heel leuk om contact te hebben met familie, medicatie. Nou, er zijn allemaal diverse teamrollen waarin er altijd wel een passende plek is. Als ik een dagdienst heb, hè, dan beginnen we natuurlijk bij de cliënten. Dus we maken ze wakker, we zorgen dat ze verzorgd zijn. Wij ontbijten gezamenlijk met z'n allen. Daarna gaan we naar hun werk en dan starten voor ons de taken buiten de groep. De zorgplannen gereed maken, maar ook gewoon de schoonmaakdingen. En dan komen ze thuis. Nou ja, en dan gaat eigenlijk het dagritueel, zoals jij en ik dat eigenlijk ook thuis hebben, met een kopje koffie, een koekje. Hoe ik het ook altijd zeg is, je bent hier te gast binnen hun woning. Dus wij moeten ook respectvol omgaan met hun spullen. En dat vind ik iets heel belangrijks, dat dat wel wordt uitgedragen, ook door de medewerkers. Want dat is wel een onderdeel van je werk.